Dit voorjaar stellen we met veel plezier Oniva 1 voor. Oniva is onze nieuwe methode voor het vak Frans in de B-stroom. In Oniva komen de leerlingen op een gestructureerde manier telkens in contact met herkenbare situaties waarbij ze stap voor stap hun communicatieve vaardigheden in het Frans gaan ontwikkelen. Vanaf les 1 moet de leerling aanvoelen dat hij iets bijleert. Oniva staat dan ook garant voor taalonderwijs op maat van de leerlingen. De verhaallijn van Juliette en Adil zorgt voor herkenbare situaties en motiveert de leerling om Frans te begrijpen, maar ook te gebruiken. Er zijn natuurlijk haalbare opdrachten, ondersteund door onder andere ontdekplaten en taalspellen. Leerlingen gaan aan de slag, ofwel individueel, per twee, in groepjes of klassikaal, en de methode bevat steeds het gebruik van gerichte checklists om hun eigen progressie op te volgen. Elk hoofdstuk is een traject met vaste rubrieken. We hanteren ook een functioneel kleurengebruik, dat geeft een mooi overzicht. Er is ook een stapsgewijze opbouw. We gaan eerst de voorkennis activeren, nadien de receptieve vaardigheden inoefenen en actief leren. Ook de productieve vaardigheden worden voorbereid. Er is uiteraard een differentiatietraject en uiteindelijk gaan we werken naar communicatieve opdrachten. Er is aandacht voor elke leerling, uiteraard, en er is ook een aparte rubriek per hoofdstuk met een uitgekiend differentiatietraject, zowel in het leerwerkboek als op de rit. We focussen niet enkel op de kennisonderdelen, maar we gaan vooral remediëren of verdiepen van de vaardigheden. Wil je in september aan de slag met een didactisch sterke taalmethode Frans, waarbij je leerlingen in de B-stroom het beste van zichzelf kunnen tonen? Blijf dan zeker op de hoogte van Oniva.